minderjarig en achter het stuur. Occupy Arnhem stuit op tegenstand. En toch maar terug naar die gulden. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, maar wel graag autorijles willen volgen, kunnen dat sinds 1 november al vanaf 16 en een half jaar doen. Die mogelijkheid wordt hen geboden vanuit het experiment Two to Drive. De verwachting is dat er deze dagen onder 16-jarigen een flinke run ontstaat op de rijlessen. Ja, het begint langzaam te komen. Het is nog niet echt een hoos. Maar ja, we krijgen wel steeds mensen en ook mensen die zeggen, oh ja, in één keer is het op tv, wordt het bekendgemaakt. En er zijn mensen die inderdaad dan komen van, ja, kan ik alvast beginnen met lessen? En er zijn natuurlijk een aantal mensen die al 17 zijn. Ja, die mogen pas als ze 18 zijn examen doen. Dus dan gaan we kijken wanneer ze jarig zijn en dan eventueel kunnen ze beginnen. Maar ja, we moeten natuurlijk kijken hoe lang het nog duurt. Anders dan moeten ze misschien een heel traject afleggen. Dus een eerste les nemen, maar ja goed, we kijken dus gewoon eventjes een paar maanden ervoor beginnen. Ja, en de echte 17-jarigen die dus zeg maar gisteren of vandaag 17 geworden zijn, die mogen beginnen. Theorie-examen mag je doen vanaf 16 en dan met 16,5 mag men dan beginnen te lessen. Dus die mensen die in die proef vallen. Ja, en dat wordt dus in principe ook al best wel veel gebruik van gemaakt. Ben je als rijschoolhouder nou blij met Two to Drive als experiment? Ja, op zich wel natuurlijk. Ja, voor ons zijn natuurlijk inkomsten, dat is makkelijk zat. We moeten wel even kijken. Maar daar hebben we al een hele lange tijd voor gehad om ons dorp voor te bereiden. Dat natuurlijk een andere leeftijdscategorie is. En die moet je toch iets anders benaderen als een 18-jarige. Dus daar zijn wij ook al een tijdje mee bezig om ons dorp voor te bereiden. Tot voor kort konden jongeren pas vanaf hun 18e jaar rijles nemen. Dat kan nu dus al vanaf 16,5. Praktijkexamen doen is daarmee vanaf 17 jaar mogelijk. Slagen de jongeren, dan mogen ze wel de weg op, maar tot hun 18e alleen onder begeleiding van een coach. Begeleiding door een coach, nou, dat moet iemand zijn die van onbesproken gedrag is op verkeersgebied, 5 jaar het rijbewijs heeft. En dan in principe als coach op een pasje staat bij een nieuwe rijbewijsbezitter van 17 jaar. De pasjes kan die aanvragen via Two to Drive bij de Rijdienst Wegverkeer, kost €35. Dan mogen maximaal 5 mensen op komen staan. En op het moment dat de 17-jarige gaat rijden, dan moet hij het pasje en het rijbewijs bij zich hebben. En uiteraard, die persoon moet aanwezig zijn met een legitimatiebewijs bij zich. En als die minderjarige jongeren onder begeleiding dus ook op de weg zijn, zijn ze dan voor andere weggebruikers ook herkenbaar als zijnde minderjarige automobilist? Dat niet. Nee, waar je in andere landen soms een aanwijzing geeft van beginner en zo. Nee, dat is in dit geval niet. Nee. Dus dat zal ook voor de controlerende instantie, ze zullen ze goed op moeten letten. Maar ja, het zal misschien opvallen als er een oude persoon langs zit. Maar ja, dat kan iedereen zijn natuurlijk. Het experiment Two to Drive moet de verkeersveiligheid vergroten. Het zal volgens onderzoek jaarlijks 16 doden schelen wanneer jongeren in hun eerste jaar achter het stuur begeleiding krijgen van een ervaren bestuurder. Het experiment wordt als definitief systeem ingevoerd als cijfers deze veronderstelling onderbouwen. Achterliggende gedachte van het experiment is om de verkeersveiligheid te vergroten. Denkt u ook dat dat echt gaat werken? Ja, dat zal moeten blijken. Uit studie blijkt dat in Duitsland al 30% minder ongevallen zijn ontstaan daardoor, door die proeven. Daar zijn ze al mee bezig. En ook 20% minder overtredingen. Dus ja, of dat hier ook zo is, ja, het zal het uit moeten wijzen. Ik kan er op het moment niks over zeggen. Blijft NEC haar shirtsponsor behouden? De Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder, is met Voorschotje.nl in gesprek over een vergunningsplicht. Minister De Jager van Financiën heeft geen goed woord over voor kredietverleners die anticiperen op betalingsproblemen van klanten. Dat zegt hij in antwoord op vragen over de huidige shirtsponsor van NEC. Regeringspartij CDA en oppositiepartij PvdA willen opheldering van de minister van Financiën over de werkwijze van de kredietverstrekker. Goed nieuws van de politie Gelderland Midden. Er zijn nog 2 bruikbare tips binnengekomen over de zaak van de 92-jarige vrouw die maandagavond in haar woning in het Broek werd overvallen. 2 mannen, opvallend gekleed in lichtblauwe trainingspakken, drongen rond 9:45 de woning van de vrouw binnen en rukten sieraden van haar hals en polsen. Drugsboot De Boei hangt als een molensteen om de nek van de gemeente Arnhem.
Het gemeentebestuur van Arnhem wil nog een jaar de tijd om de voormalige drugsboot De Boei te verkopen. Het schip is al 1,5 jaar in de verkoop en kost Arnhem jaarlijks 130.000 euro aan lichtgeld, verzekering, beveiliging en onderhoud. Wat de CDA-fractie in Arnhem betreft wordt het schip zo snel mogelijk ontmanteld. De bezwaarschriftencommissie doet binnen 6 weken uitspraak rondom de dwangsom van de provincie aan Van Dalen in Huissen. Het bedrijf legt zich niet neer bij de dwangsom die de provincie het bedrijf heeft opgelegd. Van Dalen moet 2500 euro per nacht betalen dat er gewerkt wordt aan het loofweer in Huissen. Volgens het bedrijf is het werk nodig voor de bouw van station Arnhem Centraal en kunnen de werkzaamheden niet zonder de inzet 's nachts. Occupy Arnhem heeft het zwaar. Niet alleen wegens de verslechterde weersomstandigheden, maar ook op andere vlakken. Zo zijn er eieren gegooid naar de demonstranten en de binnenstadsmanager heeft geklaagd bij het gemeentebestuur. Ja, we zijn nu even aan het reorganiseren. We hebben wat problemen gehad met de gemeente omdat de originele mensen hebben zich teruggetrokken. Dus er moeten nieuwe leiding willen we het niet noemen, maar nieuwe woordvoerders komen tegenover de gemeente. En daar zijn we nu even mee bezig, maar dat gaat nog steeds prima. Het feit dat de initiatiefnemers er niet meer bij zijn, heeft dat nog gevolgen voor de vergunning? Daar moeten we morgen dus over overleggen, dus dat is nog geen nieuws over bekend verder. Nou, zijn er wat vanuit de ondernemers hier wat kritische geluiden gekomen? De binnenstadsmanager had al geklaagd bij de gemeente. Merk je die reacties hier ook? Nee, van de mensen is het vooral leuk. En we zijn zelf ook wel bij een paar ondernemers geweest. Bij een natuurwinkel, het zuivelwinkeltje wat bij de Febo in de buurt zit. En daar krijgen we ook steun van. En aan het eind, als de verkoopdatum voorbij is, dan komt het gewoon langsbrengen. Dat soort dingen. Dus eigenlijk merken we er zelf weinig van. Maar de ondernemers die hier zitten, de grotere ondernemers zoals de ING en zo, daar kan ik me ook wel voorstellen dat die zoiets hebben. Dat ze daar tegen klagen, want dat is puur eigenbelang. Er zouden mensen zijn geweest die met eieren hebben bekogeld? Ja, ik heb een ei zien liggen, maar ik heb het zelf niet echt gemerkt. Hè. Je hebt het niet op je hoofd gehad? Nee, gelukkig niet. Nee. Nee. En mensen die hier zo voorbij lopen, is hen ook duidelijk waarom jullie hier precies staan? De mensen die met ons komen praten wel. We krijgen ook wel eens reacties waaruit blijkt dat ze het totaal niet begrijpen. Bijvoorbeeld ga eens werk zoeken, dat soort reacties. Maar de mensen die met ons praten, dan krijgen we wel leuke reacties. En inderdaad van, nou, dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet. Dat soort dingen. En behalve een tentenkamp hier en praten met mensen, wat doen jullie nog meer in het kader van Occupy? We zijn bezig met nog de dingen naar buiten op te zetten, want we staan nu ongeveer een week inderdaad, iets minder. En dat is vooral geweest om dit op te zetten en alles werkende te krijgen. En we moeten een vaste basis hebben om dan pas naar buiten te kunnen treden. En dat gaat in de komende weken komen. Dus, Denk je dat het hier nog gaat groeien qua mensen en qua tenten? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Zodra we dat naar buiten gaan doen ook, dan denk ik dat er meer mensen bij zullen komen die ook zelf leuk vinden om actie te voeren. En om met mensen te gaan praten en dat soort dingen. Nu is het vooral echt de harde kern nog die hier staat. Dus ik denk nog wel dat het gaat groeien. Griekenland legt de zwaktes van de euro pijnlijk bloot. Moet Nederland uit de euro stappen, terug naar de gulden? Je zou hem graag terug willen hebben, die gulden? Ja, ik denk heel veel mensen voor... Alles is gewoon kapot gegaan voor de euro's. Ja. Niet dat ik een eigen huis heb. We zitten gewoon gehuurd, maar vroeger had ik er wel een. Maar ja, wat moet ik meer zeggen? Nou, iemand die kijkt iedere dag televisie. Dus, en ook over PGB's en al die dingen. Ik vind het gewoon verschrikkelijk waar ze mee bezig zijn. We kunnen de Grieken niet dwingen om uit de eurozone te stappen. Maar zelf kunnen we er als Nederland natuurlijk wel uitstappen. Het kabinet moet die optie nu onder de loep nemen en er serieus naar kijken voor het geval dat met Griekenland, Spanje en Portugal verder fout gaat. Ja, vind ik wel. Maakt alles nog een stuk goedkoper. Zou het? Ja, ik denk het wel. Want alles is toch verdubbeld door de euro. Ja, de schuld blijft natuurlijk in euro's, hè? Ja, dat wel, ja. Dus ik hoop dat ze dat wat aan gaan doen, ja. Een groot voordeel van uit de euro stappen is dat Nederland niet hoeft mee te betalen aan de redding van andere eurolanden. Dat blijkt in elk geval uit de Griekse reddingsoperatie. De Britten betalen geen penny mee, terwijl hun banken wel profiteren als de Grieken hun schulden kunnen betalen. Bij Britse banken ligt voor een kleine 12 miljard euro aan Grieks schuldpapier. Dankjewel, Eurolanden. Zo'n cadeautje willen wij ook. Ja, maar goed, ga je het anders doen? Wordt het dan ook anders? Heb je daar nog een garantie bewijzen van? Dat heb je ook niet. Dat is ook allemaal twijfelachtig.
Hè? En wie aan de wind zit, die mensen ook. Goed, ze denken ook hun te doen, goed te doen naar hun eigen inzicht. Maar goed, je kunt toch niet alle mensen naar de zin maken. Dat zou moeilijk gaan natuurlijk. Hè? Maar terug, dat kost volgens mij meer als dat het oplevert. Zich blijven bij die euro. Dat denk ik wel, ja. Met de gulden in onze portemonnee hebben we de macht over de geldpers weer terug. Geen euro is dus ook geen paniek. Zweden en Denemarken met allebei hun eigen munt hebben het tijdens de kredietcrisis zeker niet zwaarder gehad dan Nederland. En in Groot-Brittannië verwachten ze in 2011 een groei van 2%. En ja, dat is meer dan het Europees gemiddelde. Van mij mag de gulden vandaag weer terugkomen. Dan doen we het beter dan de euroland? Wel, ik denk dat we dan meer zeggenschap houden over onze eigen economie. Je bent er wel voorstander van? Ja, zeker. Ook altijd geweest. Voor mij heeft de euro nooit hoeven komen. Ja? Nee. Ze zijn allemaal armer geworden. Het enige voordeel is dat je, als je binnen de eurozone op vakantie gaat, dat je niet meer hoeft te wisselen. Maar dat is dan ook het enige voordeel. Technisch hoeft het ook geen grote problemen te geven. We hebben biljetten en munten nodig, graag weer van die mooie. En er moet een omwisselwet komen die iedere Nederlander verplicht om over te gaan op de nieuwe gulden. En de softwareprogrammeurs bij de banken, ja, die zullen een paar weekenden moeten overwerken. Dus ze zullen weer heel wat dingen moeten aanpassen, maar ik denk dat het maar kleinigheidjes. Zal niet veel zijn. Nee. Nee. Denk je aan winkelwagens? Ja, gewoon het oude systeem er weer op zetten en hij doet het weer. Hè? Want de gulden is niet groter of dikker. Het is overeven dik, hè? Ja, hij blijft hetzelfde. De gulden is echt de euro. Ze zeg gewoon terug. Gewoon terug. Eerlijk is eerlijk, nadelen zijn er ook. In het verdrag van de Europese Unie staat dat alle lidstaten verplicht zijn de euro in te voeren. Geen EU-lidmaatschap zonder euro. Wie dus uit de euro stapt, zal daarom in principe ook de EU moeten verlaten. En dat levert een handelsland als Nederland natuurlijk een enorme schade op. In Brussel mogen we dan ook niet meer meepraten. Ja, moet je luisteren. Ik heb toevallig kennis in Griekenland. En als je 100 van de rijkste Grieken pakt, dan is alles opgelost. Onassis inbegrepen. Dank u wel. Euro of gulden? Nederland ligt nog altijd in Europa. En ook als we de gulden invoeren, zitten onze banken en pensioenfondsen chockvol staatsobligaties van eurolanden. Als Griekenland omvalt en Spanje de schulden niet meer kan afbetalen, dan leidt de Nederlandse economie daar nog evenveel onder. Welke munt wij hier gebruiken om de krentenbollen mee te betalen bij de bakker, dat maakt voor de kwetsbaarheid van de BV Nederland voor de Europese malaise niet veel uit. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending bestellen op DVD of nog een keer terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. De stadsregio op bezoek in Zevenaar. Je ziet het direct na het weer hier op kanaal 13.